En dan zijn we in 30.1 aangeland. Dus de APIS is kundig verwijderd, zeg maar. En dan komt 30.1. Dat is redelijk lang. De paragrafen nu in de 30 en 31 zijn wat aan de lange kant. Dus ik ga daar snel doorheen. En goddank staat Cambyses hier in de nominatieves. Maar ook Hos Lekusin Aegyptioi. Aegyptioi ook in de nominatieves. De Egyptenaren zeggen. Dan heb ik je Hos. Zoals de Egyptenaren zeggen. Nu kom ik bij dat emane. Emane is een aoristisch passief van mainomai. Betekent waanzinnig worden. In dit geval emane als aoristisch. Hij werd waanzinnig, omdat dat eigenlijk het beginpunt van een handeling aangeeft, zoals vaak bij de aoristes het geval is. Dus, zoals de Egyptenaren zeggen, werd Cambyses autika meteen waanzinnig, dia door tutoto adikema. Tutoto adikema is dus het doden van de apis, door dat onrecht. En dan komt er nog een participium bij, eon, natuurlijk van aimi, on, usa, on, nou hier, eon, eusa, eon, eon, horend bij Cambyses, terwijl hij ook vroeger, dat is dat proteron, oude niet freneres was, niet bij zijn verstand was. Nou, en nu wordt er een hele lijst gemaakt van allemaal dingen die Cambyses deed die niet zo helemaal lekker waren. Nou, dan begin ik met Kai Prota. En als eerste, en dan komen er nog zo meteen nog meer, hè. En als eerste toon kakoon, allebei genitives meervoud, van de rampen, van de misdaden, nou, ex ergazato, letterlijk helemaal afmaken, het werk helemaal afmaken, dus hier doodde hij ton Adelphion zijn broer Smerdis. En dat komt zo meteen nog een aantal keren terug, want dat gaat ook aan het einde van het leven van Cambyses nog een rol spelen. En bij die Smerdis hoort wederom een participium met Eonta, Eonta van Aimi, ook weer zijnde, het, terwijl hij was, terwijl hij van Thes Autes. Je autos met een lidwoord er direct voor, dus dan betekent het dezelfde, terwijl hij van dezelfde moeder, Kai Patros, en vader was. En hoe deed hij dat? Nou, dan krijg ik eerst ton als een relatievum, die hij ab e pempse, nou hier heb je het augment, e pempse, de sigma van de sigmatische aoristus zit natuurlijk in deze psi, die hij weggestuurd had. S persa's naar Perzië, tonoi, uit afgunst, ex Aegyptu, vanuit Egypte. Dus hier staat hij precies omgekeerd. Die hij uit afgunst naar Perzië gestuurd had, vanuit Egypte. Dus neem deze vertaling niet meteen zo over, want dan staat hij precies verkeerd op. Nou, waarom? Omdat hij Munos, is de nominativus, als enige gespannen had. Nou, wat had hij gespannen? Ton toxon, de boog. Omdat hij als enige de boog, Perseon, van de als enige van de Perzen de boog gespannen had. Dus dit Perseon hoort bij Munos. Hij was als enige in staat geweest om die boog te spannen. Horizonte epiduodactylus, ongeveer 2 vingers. Horizonte epi pak ik hier als ongeveer 2 vingers gespannen had. En wat was dat nou voor boog? En dat staat dat in dat stukje van to para to aetiopos en hij kan hoi ichtu opagoi. Nou, die de ichtuvagen, de viseters, letterlijk, vanaf de kant van de Ethiopiërs, hier vanaf de kant van de Ethiopiër, enkelvoud, en hij kan van Vero gebracht hadden, en van de andere Perzen, toon Alon Perzion, de andere Perzen, Egeneto, vertaal ik hier weer als iets van zijn, was Oedijs niemand daartoe hojoste in staat.
Dus van de andere persen was niemand daartoe in staat. Alleen Smerdes had die boog twee vingers kunnen spannen. En daarmee haalt hij zich nu natuurlijk de jaloezie van de rest op zich. Waaronder ook die van Cambyses. En dat is hier exact waar het om gaat. Ga ik zo verder met 30-2.